Goed, jullie voorwerpen, wat zie ik hier? Wat hebben jullie allemaal? Wij hebben... scharen. Een spijtje voor te verdoven. Een thermometer. Voor de temperatuur. En dan nog wat verbandscharen. Ah, ja. En ook nog een zaag. Ja. Dat is voor benen te amputeren. En dat is voor? Benen te amputeren. Is dat nodig vandaag? Dat gaat vandaag zeker nodig zijn. Ik dacht wel. Vol van genade. Nee, ik ben niet eraf. Dat is er niet goed uit. Dat zit er niet goed uit. Drink een keer, meneer. Kom maar op, hoor. Ja. Nu iedereen moet drinken. Pam. Ja, dank u wel. Rob, we gaan niet meer. Het is alleen een parkpoes dat hier moet kunnen. Twee molen en een zot. Goeie achterliep. Rutuit en Niels François brengen ons de oud-eisenpark van. Het hoort erbij, hè. Ja. Is dat een reportage? Ja. Het hier voor je gesloten. Volkskunstgroep Vrij Urke uit Zedelhuis. Te lang voor mij. Dat is voor de pastoor. Oh, dat is beter. Oh, mijn hartje. Ja. Jij hebt gewoon een kruis, dat is ook al iets. Ik ben onze eigen cameraman mee. Die gaat vandaag ons vol. Ah,
want ik ben een nonneken. Ah ja, misschien geef ik ook wel les. Dat kan gecombineerd worden, zeker. Hè? En hoeveel jaren doe je al mee? Ik doe al vanaf dat ik geboren ben mee. Ja, wel af en toe. Hoeveel jaar doe jij al mee? Nul. Met wie? Met wie? Met Jasmijntje. En met wie nog? Met Jasmijntje. Geen mannelijk gezelschap? Nee, Jasmijn. Ja, nu moet je zeggen. Het is wel goed altijd. Leuk. Die mensen zijn geen. En hoeveel ben ik nu nog te zeggen, het is zomer. Een ontwerp van het Landbouwmuseum de Vetterboom, uit Mazenzene en Paul Zijn. Thank you.
Mag jij gooien? Ja, doe maar. 14. Mag jij gooien? 14. Ook. 60, 70-tal jaar geleden zijn. Aangedreven door wie? Door de kinderen. Ik heb de replica volledig met mijn papa gemaakt. 2 jaar geleden hebben we hem dan volledig ingeschilderd ook. Eerst was hij bloot en nu is hij met de nodige versiering. Opgemaakt, hè? Ja. Dat zou genoeg zijn. Oh. En daarbij, ik ben begonnen met het wieling. Ja. Zo, dat is. Ja. Nou, dat is niet moeilijk. Hè. In Wetteren? Je moet niet in Wetteren zijn om te feesten en bier te drinken. En dat van, waar heb je dat dan geleerd? Oktober. Bier drinken? Ja. Ik drink eigenlijk geen bier. Moet ik dat nog leren, jong, bier drinken?
boerenparlement dat hier gekend is. En wat voor je dat gekend? Ah, voor de mensen die een pintje komen drinken. Dat is de boeren moeten vandaag niet werken, geloof ik. Nee. Is dat een café? Ja, Ella. Heb je een goed pintje meer en dan nee, Ella. Dat is zondag, dat is een rustdag, hè. Ja, maar voor de vrouwen niet, de boerin. Ja, maar... Die is thuis gebleven.